Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. Zoals je ziet voor mij de Honda NSR. Natuurlijk, ik heb hem niet weggedaan. Hij is nog steeds in een garage, evenals de MT. Maar mensen vroegen trouwens in de comments van hey, waarom geen MT video, wanneer deed de MT? Nou, om twee redenen eigenlijk. Eén, ik hou van variatie, dus ik wil niet de hele tijd op hetzelfde doorgaan. Daarom pak ik nu ook weer de NSR op en wil ik ook vragen aan jullie wat we daaraan moeten doen. Twee, ik wil een ombouw gaan doen aan de MT betreft het blok. Dus het moet eigenlijk uiteindelijk een total conversion zijn. En dat wil ik eigenlijk gaan doen, maar daar heb ik nog niet de middelen voor, want ik mis het blok nog. Dus dat blijft eigenlijk even op een pauze. En wil ik dan weer op gaan pakken, denk ik gewoon rond, weet ik veel, wanneer het weer baggerweer wordt. Dus dat kan letterlijk volgende week. Nee, ik bedoel het dan natuurlijk eind herfst, zoiets. Dus daarom dacht ik, laat ik eens even weer gaan knallen met de NSR. Ik heb trouwens het... Ik heb trouwens het koelreservoir nog niet hangen. Want ik wil eigenlijk het binnenspatbord erin bouwen bij de NSR. Dus daarom hangt nu het koelreservoir een beetje voor lul daar. Hey, kijk nou, wat is dit? Huh. Ik zou niet weten. Spoiler alert. Anyway, hoe lang heb ik dit ding al nog niet gestart? Ik denk, nou... Zeker een maand of 4 niet. 3 zeker niet. Nou, kennelijk zit er nog benzine genoeg in om zelfs op de on te gaan. De reserve is 2 liter, dus we kunnen wel even. Oh ja, dat kickstart tandwiel is natuurlijk overleden bij de blok. Ja, ik doe je wel aan. Ik ga het niet eens proberen. Oké, kennelijk doet de koppeling het nog. Bijna. Yes. Zo, ik was heel even vergeten hoe kloten dit zit. Voor iemand van mijn lengte. Oud. Jezus, voelt echt alles in die brommel tering. Ik moet echt hard trappen om achter hem, om een beetje remmen te krijgen. Holy shit. Hè? Oh shit. God, ja hoor Stijn, ja. Ho, ho. Oh. Ik was naar beneden aan het trappen om terug te schakelen. Ja, nee, dan kom je er wel met dit ding. Ja. Ja, zijn we een beetje ready voor de dijk? Misschien wel, misschien niet. Oh, dit ding stuurt zo raar. Holy shit. Oh, dit ding stuurt raar. Als je er echt lang niet op gezeten hebt. Ja, het gaat waarschijnlijk gewoon veel en veel te makkelijk. Dat is het dan, denk ik. Wou ik jullie eigenlijk even uitleggen wat mijn idee was. We hebben wat reageren op video's gedaan, waarbij deels zeg maar de content een beetje was richting de NSR. Namelijk, we hebben gereageerd op de 80cc MotoGP, die de 50cc verving in midden 80. En toen zei ik eigenlijk van, wat willen jullie dat ik doe met de NSR? Of wat zal ik doen met de NSR? Toen zat ik sowieso wel in mijn hoofd van, het lijkt me heel erg gaaf om überhaupt een keer zo'n racer te hebben. Tegelijk, als je kijkt naar de eerste, volgens mij is dat dan ook NSR 125, maar je zou ook gewoon... Ja, de eerste 80cc racers hebben dan gewoon het 50cc stelframe, maar daartussenin, daar zit eigenlijk een frame als dit. Dus ik zat eigenlijk te denken van, ik kan net zo goed gewoon dit ding in zijn volgende stage brengen. En hem eigenlijk gewoon ombouwen naar een 80cc GP replica. Van welk merk dan ook. En ik zat dus ook te denken, aan welk blok moet ik dan eronder gaan hangen. Nou ja, het is dus even de vraag. Ook wat jullie willen. Sowieso wil ik eigenlijk één ding terugzetten. Mede ook, en dat is hopelijk al voor mij duidelijk als ik deze video online zet. De BromfieTTs TT. Ja. De BromfieTTs TT, dames en heren. Hij is, als het goed is, terug. De datum staat nu in beeld. TT Assen, obviously. En ja, dan kijk ik natuurlijk naar de NSR. Want ik zou eigenlijk dan gewoon weer terug willen gaan naar mijn Malossi cilinder. Getuned door Mark. Die dan, nou ja, veel agressiever is dan dit. Veel harder loopt dan dit. Kunnen we ook wat leuke dingen laten zien. Dat wil ik sowieso doen. Als het doorgaat ben ik daar 100% aanwezig. Mogen dat duidelijk zijn. 100%. Dus zover als dat de coronaregels dan zijn. Ja, hopelijk kunnen we even babbelen. Hopelijk kunnen we op een foto, whatsoever. Even chillen. Ik hoop het. De gasreactie verveelt nooit dit ding, echt. En dan gewoon met een standaard ontsteken, hè. Holy shit. Oh no, the car. Ik moet wel echt even andere schoenen aandoen, eigenlijk, want ze zijn veel te groot voor op dit ding. Ik voel me ook niet echt comfortabel op de NSR, moet ik zeggen. Kijk, het ding was natuurlijk met de andere setup, die is ermee gestopt. Ik heb naar huis moeten rijden, of lopen bedoel ik, op een gegeven moment. Omdat de zuiger gewoon op was. De veren zaten er gewoon in, de setup was gewoon klaar, hij was gewoon over. Maar de cilinder is eigenlijk nog helemaal goed. Eigenlijk is hij nog helemaal goed. Dus die setup ligt compleet bij mij thuis, ex-zuiger. Of misschien ligt hij er nog wel. Moeten we even kijken anders zo thuis. Dus ik zit echt te denken om die setup terug erop te bouwen. Oh god, ik zit... Ja, goed gedaan, Stijn. Ik moet echt weer wennen aan dit ding, holy shit. Ik kan in principe dus gewoon die setup omwisselen met de AliExpress carburateur dit keer. Dus dat is ook wel interessant eigenlijk. Want nu zit er een 30 mm achter deze setup. En het is echt zwaar overbodig dat er 30 mm achter zit. Dus het is misschien wel leuk om dan eens te zien wat die 30 doet achter die Malossi setup. Die veel meer vraagt en veel meer wil. Want ja, deze pijp is natuurlijk eigenlijk veel en veel te klein voor deze setup. En voor de Malossi setup ook. En ik heb natuurlijk een NSR 125 pijp liggen van Arrow. Maar goed, Dus dat is eigenlijk mijn idee. What the fuck? Damn it. Die was lekker. Die was lekker. Woe! Maar goed, dus dat wordt de verandering. Alles dezelfde stijl, maar 18 inch. Gewoon omdat de origineel ook 18 op zit en deze wielen ook klein zijn in vergelijking met de Kuip. En dan gaan we genieten. Weer van dit ding. Hopelijk op de Bromfies TT. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je de video tof? Doe dat blauwe duimpje omhoog. En dan check ik je graag in een volgende video. Later!